je partij binnen. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Klaver. En dan stel ik voor om weer terug te keren naar het onderwerp waar het debat over zou moeten gaan vandaag. Het coalitieakkoord en de regeringsverklaring. De heer Klaver van GroenLinks. Voorzitter, ik zou het daar uitermate graag over hebben, maar dit kan ik niet onweersproken laten. Dat spijt me. We hebben allemaal een eed afgelegd hier op de grondwet. Artikel 1 van de grondwet ziet toe op gelijke behandeling van alle mensen die hier wonen. Het moment dat u hier collega's, maar niet alleen collega's of Kamerleden, al die mensen in Nederland wegzet op basis van religie, of ze een hoofddoek dragen of niet, op afkomst, dan is dat ronduit racistisch. En als de minister-president net in zijn bijdrage zegt dat we grenzen moeten trekken, dan moeten we dat ook hard doen. En in deze zaal kan niet alles gezegd worden. Racisme is niet normaal, niet op straat en ook niet hier in de Tweede Kamer. En wat ook niet normaal is, voorzitter, is dat collega's hier verdacht worden gemaakt van allerlei praktijken omdat ze familieleden zouden hebben. Ik kan me nog goed herinneren, een paar jaar geleden, terecht, was de heer Wilders woedend toen zijn broer in het politieke debat werd betrokken. En nu doet hij het zelf. Nee, ik doe helemaal niks. Nu verklaart hij een collega schuldig op basis van associatie met een familielid. Ik vind dat onacceptabel. En ik vind, voorzitter, dat de heer Wilders, en ik wil ook u vragen om dat te doen, dat hij daar zijn woorden over moet terugnemen. Want ik neem nooit alles woorden terug, gek. Ik neem nooit woorden terug. Nooit. Houd toch eens op allemaal. Hou allemaal op met het woorden terug. Ik zal nooit, want u kunt zich de moeite besparen om het te vragen. Meneer Wilders, misschien wilt u wel reageren op de vragen van de heer Klaver. Nou ja, natuurlijk wil ik reageren op de vraag van de heer Klaver. Namelijk, volgens mij ben ik nu aan het woord. Meneer Klaver, dat is zeker waar. Ik dacht dat de heer Klaver tot een punt kwam, maar ik zie aan de heer Klaver dat het geval is. Geef het woord aan de heer Klaver, dan de heer Wilders. Voorzitter, de heer Wilders onderbreekt mij. Nee, ik gaf de heer Wilders het woord. Hij kan hier aangeven, ik ga nooit mijn woorden terug, nog niet. Daar gaat hij niet over. U heeft ook die mogelijkheid. De voorzitter heeft ook de mogelijkheid om politici hier te vragen hun woorden terug te nemen. En als ze dat niet doen, ook het woord te ontnemen. Als we het ons allemaal menens is dat wij zeggen dat onze rechtsstaat hier onder druk staat. Onze democratische rechtsstaat. Dan begint dat erbij dat we grenzen durven te trekken. En als u op deze manier spreekt over collega-parlementariërs, als u op deze manier spreekt over de samenleving, dan gaat u een grens over. Omdat u niet meer respecteert dat we in dit land tot vreedzame oplossingen komen in democratisch debat. Dat uiteindelijk de meerderheid besluit dat de mensen die hier worden gekozen democratisch zijn gekozen. En als u dat niet doet, dan is er nog maar één pad wat open ligt. En dat is geweld. En daarom, voorzitter, wil ik u vragen, als hij het niet wil terugnemen, vraag ik u of u de heer Wilders wil vragen zijn woorden terug te nemen. En wat mij betreft kan hij anders niet deelnemen aan deze vergadering. Heer Wilders. U bent echt niet goed wijs. Het spijt me echt, mevrouw de voorzitter. U bent echt niet goed wijs dat op basis van ik heb gezegd dat u dit soort woorden gaat uiten. Weet u, als er iets discriminerend is, als er iets gewelddadig is, is het wel die islam waar dat hoofddoekje het symbool van is. Niet iedereen die dat draagt, maar het symbool van het hoofddoekje is juist de islam. En als er iets, één ideologie is, die er zorgt ervoor dat je als je niet islamitisch bent, dat als je een vrouw bent die niet luistert, dat als je een homoseksueel bent, dat als je een afvallige bent, dan als je een onafhankelijke journalist bent, dat dan je kop eraf gaat in ieder land, meneer Klaver. In ieder land waar de islam dominant is, zie je het racisme en het geweld van de islam. Niet degene, dat helpt u echt niet. Degene die daar kritiek op heeft, het woord opnemen, maakt het probleem alleen maar groter. De heer Klaver. Voorzitter, woorden doen het toe. Dat is niet omdat ik het zeg, het is omdat veiligheidsdiensten dat zeggen. Die zeggen dat er de afgelopen jaren een enorme toename is geweest van radicalisering van extreem rechts. Van jongeren die zijn gaan geloven in de woorden van politici zoals de heer Wilders. Woorden doen het toe. Als we zien dat steeds meer mensen gaan geloven in complottheorieën. Als we zien dat journalisten niet normaal naar demonstraties kunnen gaan die te terecht over coronabeleid zijn. Dat ze beveiligd moeten worden. Dat politici niet normaal naar de trein kunnen lopen, maar beveiligd moeten worden omdat die jongens zich opgehitst voelen en denken dat er iets heel groots gaande is. Meneer Wilders, daar draagt u aan bij en daar spreek ik u op aan. Daar spreek ik u op aan, omdat wij allemaal op de allereerste plaats dienaren zijn van die democratische rechtsorde. En u doet daar al jaren aan de poten zagen. En om heel eerlijk te zijn, daar zijn we met z'n allen veel te soft op geweest. We hebben u misschien tegengesproken, maar we hebben het toegestaan dat het in deze zaal gezegd zou mogen worden. Het past nergens. Niet in de samenleving en zeker niet in het parlement.